Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van MoosCutest.nl. Ik ben Mariette van MoosCutest en vandaag laat ik jullie de nieuwste Pop & Cookin set zien. Er zijn namelijk nieuwe sets binnengekomen voor de zomer. Zeg maar de zomercollectie van Crazy Gracie uit Japan. Het ziet er allemaal heel leuk uit. Er is deze leuke slime set, de Henshin slime set. Die kennen jullie al. Deze set cola of soda smaak en is weer anders, dus ik ben benieuwd. Dit is een nieuwe Majo Majo Nero Nero met maar liefst 4 smaken. Namelijk peach, appel, ananas en sinaasappel. Ben benieuwd. Dit is een nieuwe oukaki-achtige set, maar ook wel een beetje dododo-achtig. Hij heeft leuke, met leuke jelly balletjes ga je aan de slag. En ga je leuke gummies maken. Dit is een nieuwe Neru Neru met cola meloen smaak. In de zomer brengen ze vaak wel meloen dingen uit. Melon dingen zijn altijd heel populair in Japan. En tot slot deze. Een hartige set. De naan curry set. Curry met naan en nuggets. En een gek puddingje zie ik hierbovenin. En deze set is hartig. Dus misschien... Het wel het minst lekker van allemaal. Maar het hangt er vanaf of je van hartig of van zoet houdt. Ik hou meer van zoet. Dus ik ga deze vandaag eerst proberen. Ik ben reuze benieuwd naar deze set. Het wordt vast heel erg leuk om deze te maken. En ik vind het spannend om te proeven. Dus laat aan de slag gaan met de Pop & Cookin Naan Curry. Dit is hem dan, de Pop & Cookin Naan Curry set. En laten we gaan kijken wat er allemaal in zit. Wel even belangrijk om te noemen, voor deze set heb je een magnetron nodig. En in de sets van Pop & Cookin zitten geen conserveringsmiddelen en alleen maar natuurlijke kleurstoffen. Dus dat is goed nieuws. Een mooi pakketje zakjes. Dit is de tray. Er zitten superleuke olifantjes in verwerkt. En laat ik gaan beginnen met het knippen van de tray. We beginnen met dit olifantenbakje. Daarin zit een klein lijntje. En je vult het water tot de lijn. En daar doen we dit blauwe zakje bij om de pudding te maken. Nou, als je dit goed hebt doorgeroerd, dan zet je dit aan de kant. En hopelijk wordt dit straks een jelly puddingje. Nu gaan we verder met het rode zakje. Het rode poeder mix je met 1 schepje water. Nu heb je het nuggetdeeg. Dat deel je in 2. Zo. En dat duw je in deze vorm. Als het plakt aan je vingers, kun je je vingers altijd een klein beetje nat maken. Ik vul weer het vierkante bakje met 3 schepjes water, dit keer. 1, 2. En hierbij doe ik het gele zakje. Dit is voor het naanbrood.
voelt heel lekker, als een echt brooddeegje eigenlijk. Super grappig. Zorg nog even dat je alles uit het bakje hebt gebruikt. Alle poeder. En dan deeg ik dit in twee ballen. En daar ga ik een olifantennaanbroodje van maken. Wauw, super cool. Super leuk broodje. Nou, die leg ik er ook bij op het schaaltje. En het leuke is dat we er twee maken, dus ik ga er nog één maken. En weer een mooi olifantje. Deze moeten even in de magnetron. Kijk hoe lang. De naambroodjes en nuggets gaan nu in de magnetron. En dat doe je op 500 watt 40 seconden en op 600 watt 30 seconden. Ze zijn uit de magnetron en ze zien er nu een beetje gebakken uit. Wat het wel natuurlijk heel erg grappig maakt. Let er altijd op wat voor materiaal je in de magnetron doet. Dit is een stenen bordje en dat is beter dan plastic. Dus hou daar rekening mee. Kijk altijd even goed of iets wel in de magnetron kan. Voor de laatste stap vul je het water tot de lijn in het vierkante bakje. En dan pak ik het bruine zakje. Dit roer ik goed door en dit ruikt erg pittig. Ook de curry gaat even in de magnetron. Op 500 watt doe je 20 seconden en op 600 watt ook 20 seconden. 20 seconden in de magnetron op 500 of op 600 watt. Curry is klaar en het ziet er een beetje uit als een vliegtuigmaaltijd in het bakje. Dus ik heb een leuk schaaltje waar ik het even in ga doen. Oeh, jongens, dit ruikt heel pittig. En op het schaaltje leg ik de naambroden en de nuggets. En dan hebben we natuurlijk nog het puddingje. Komt ie. Jelly. Voilà! Poppinkoekin, naancurry met nuggets, naambrood, sodapudding en echte curry. Nu ben ik eerst benieuwd en vul daarom eventjes de poll in. Hebben jullie alles Indiase curry gehad met naambrood? Ik wel en dat was in Maleisië. Ik ben nog nooit in India geweest, dus daar heb ik nog nooit curry gegeten. Maar in Maleisië, daar eten ze ook heel veel van dit soort gekke maaltijden. Dus daar heb ik het wel eens gehad. En ik vond het best lekker. Dus we gaan kijken hoe deze nep, maar ook weer echte curry maaltijd smaakt. Poppinkoekin, naan curry. Tijd om te proeven en ik ga beginnen met een hapje van de blauwe jelly. Eigenlijk een toetje, maar dat maakt mij niet. Dit smaakt naar poppinkoeken soda. En best lekker. Ik vind het eigenlijk heel erg lekker. Lekker puddingje. En dan nu een hapje nuggets. Ik weet eigenlijk niet of de bedoeling is dat ik die nuggets ook in de saus dip. Maar ik neem eerst een stukje som.
Het smaakt een beetje zoutig. Het is helemaal niet vies, maar het is ook niet echt bijzonder. Het is eigenlijk een beetje een zacht, hartig broodje-achtig. Nu dip ik een beetje in die curry. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Het smaakt gewoon echt naar curry. Het smaakt gewoon echt naar zo'n hartige soep die je kunt dippen. Ja, als je het van houdt is het prima. Het is nu ochtend en ik hoef eigenlijk nog niet curry. Maar ja, het is wel, wel goed. Wel grappig, wel leuk. Dan ga ik nu zo'n olifantje proberen. Die moet natuurlijk ook gedipt, maar ik ga hem eerst los proberen. Gewoon even proeven. Dit smaakt een beetje naar een wrap. Gewoon een kale wrap. En die wrap, het brood, dat ga ik nu natuurlijk ook hierin dippen. En dan gaan we kijken hoe die combinatie is. Dit is gewoon warme maaltijdsmaak. Dit is gewoon hoe een kruidenkraampje op de markt ruikt. En hoe het, denk ik, ook in India ruikt. Maar ook eigenlijk in Maleisië, wat ik vertelde, heb je dus India Town. Of nee, hoe heet dat? Little India heet dat. In verschillende steden kun je naar Little India, net als je naar Chinatown kunt, zeg maar. Daar ruikt het ook zo. Ja, nou ja, ik begin er een beetje aan te wennen. Het smaakt me eigenlijk best goed. Oké, dit was dus de op en koek in curry, naan curry met olifantennaambrood en chicken nuggets, denk ik. Een soda puddingje en currysaus. Een bijzondere hartige set, net zoals bijvoorbeeld de hamburger set en de pizza set. Die smaken ook echt naar hamburger en pizza. En als je dat gewoon vooraf weet, dat is gewoon belangrijk. Dus dat je niet denkt dat je snoep aan het maken bent, want in dit geval ben je echt een mini maaltijd aan het maken. Wat natuurlijk super grappig en leuk is. Ik vind het een hele leuke set, een heel leuk thema. Hij is super leuk om te maken. Grappig jelly puddingje maak je, leuke nuggets, het olifantenbrood ziet er super cool uit. En dan natuurlijk die warme currysaus. Deze pop en cook-in naamcurry check je op moscuris.nl, daar kun je hem kopen. Maar je kunt er ook eentje winnen. Dat gaan we gewoon net weer doen zoals de vorige keren in de vorige video's. Wat je dan moet doen, laat even weten hieronder in de comments dat je meedoet. Of jij al eens een hartige pop en cook-in set hebt geprobeerd. Dat ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ga hieronder in de beschrijving alles even neerzetten. Maar je kunt dus meedoen om deze set te winnen. En je shopt hem op moscuris.nl samen met al die andere coole sets die ik heb laten zien. En ik zie je de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog te geven. Dat hoort ook bij de winactie. Duimpje omhoog, abonneren, al die dingen. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Doei doei!